Wij wonen nu mooi met z'n tweeën hier en het kinderkom is prettig. Maar ik zou niet graag op dit bedrijf meerdere mensen willen laten wonen. Nee. En ik denk, als hier dat stukje grond dan dat er huizen opkomen, dan kunnen de mensen ietsjes meer in de natuur wonen. Niet naast elkaar, iets verder van elkaar af. Ja, samen misschien een groentetuin of weet ik wat. Gerda en Cor zijn nog iedere dag druk in de weer met hun vleeskoeien. Dat is voor een handje voor brokjes hier en zo. Wat is op tam van? Ja, dat hij de dag eigenlijk al heel goed begonnen. We zo langzaamaan, we zijn 73. Ja, dan moet je gewoon steeds minder gaan doen, want je kunt steeds minder. Maar we vinden het nog steeds leuk om het huis heen te hebben. Dochter Sonja is er vandaag niet bij, maar zij en haar zus willen niet verder met de boerderij. Ze heeft in gedachten om er zelf een huis op te zetten. Misschien tiny huisjes eromheen, een poetselbos. Natuurlijke grassen, hoe heet dat? Dat heet niet natuurlijke grassen. Dat zijn gewoon grassen die een normale veehouder niet zo makkelijk in de weien staan. Dus, kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland, ja. Dat kan ook prima. En wij hebben ons wel meer verzoend daar ook niet eeuwig het aan te roeren staan. Stedenbouwkundig ontwerper Angela grijpt dit voorbeeld aan om te kijken hoe de Achterhoek met alle veranderingen die op stapel staan om zou moeten gaan. Belangrijk voor haar is dat de inwoner meepraat over zijn eigen omgeving. Hoe kunnen we mensen meer inspraak geven, ook in het buitengebied? Je ziet toch al vaak meer bij stedelijke ontwikkeling dat buurten betrokken worden, wat ook nog steeds een hele grote opgave is. Maar in het buitengebied woont iedereen ook nog eens zo erg van elkaar af en is de grond... grotere stukken grond in handen van minder mensen. Dus hoe ga je dan zorgen dat daar democratisch over besloten kan worden? Kijk eens. Ik denk niet dat het bij jou in de hand is. Nee, hè? En wij hebben in ons plan, ook in samenspraak met bewoners en te kijken naar de geschiedenis van het gebied gezegd, dat er weer ruimte komt voor het water. Dus dat dat waterpeil weer omhoog zou gaan, waardoor het landschap weer wat natter wordt. En je ook moet gaan nadenken over andere gewassen. Maar ook over, stel je wil woningen toevoegen, kunnen die dan net zoals het vroeger gebouwd werd op terpen gaan liggen. Cor en Gerda hebben ieder zo een eigen idee over het plan van hun dochter. Wij wonen nu mooi met z'n tweeën hier en het kinderkom is prettig. Maar ik zou niet graag op dit bedrijf meerdere mensen willen laten wonen, nee. En ik denk, als hier dat stukje grond dan dat er huizen opkomen, dan kunnen de mensen ietsjes meer in de natuur wonen. Niet naast elkaar, iets verder van elkaar af. Ja... Samen misschien een groentetuin of weet ik wat. Angela kijkt vooral naar de kleine initiatieven die er al zijn en wil daarvoor handvatten creëren. Het team van Martijn kijkt veel breder. Zij kijken naar de historie van de grond. De broeken, de moorten, de marsen, die zijn heel laag. Als je die blauw maakt en je maakt alles met bergnamen of horstnamen maak je hoog, ja, dan zie je eigenlijk al een verschil ontstaan. En zo kun je dat eigenlijk met alle veldnamen doen en dan snap je eigenlijk precies hoe dat landschap in elkaar zit. Als je op die manier kijkt, maak je volgens Martijn andere keuzes. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, hoeveel industrieterreinen de naam Mars hebben. En als je die twee naast elkaar legt, een industrieterrein op een Mars, dan heb je jezelf klem gezet, want dat zijn juist je overloopgebieden. Dus het gaat ons helpen om in de toekomst vrijere keuzes te kunnen maken. Waar kunnen we wonen? Waar ligt onze infrastructuur? Hoe gaan we om met onze landbouw? En hoe krijgt dat allemaal een plek in de Achterhoek? En als je anders denkt, dan zijn er ook meer mogelijkheden. Zo zou er volgens Martijn zelfs ruimte zijn voor een nieuwe Achterhoekse stad. Waar het hoog en droog is, waar de ruimtelijke kwaliteit minder is. En daar kun je best wel nieuwe dorpen stichten. We hebben zelfs een nieuwe stad aangewezen tussen Aalten en Winterswijk. Ook het team van Bart ziet nieuwe woonplekken ontstaan. Maar hij noemt het geen stad, maar liever een buurtschap. Ik vind buurtschap wel een mooi woord. Ja, want dat gaat ook heel erg over juist de gemeenschap. En over een plek waar je eerst samen moet uitvinden hoe je dit moet doen. Dat is toch een stap 1. Dat je gaat kijken hoe kun je dan in een nieuw landschap wonen wat veel natuurlijker is. Met een ander soort wonen. Met een ander soort werken. Maar voor je denkt aan nieuwe woonplekken moet volgens Bart eerst het water weer de ruimte krijgen. Hier zien dat je straks hier niet meer die ene rechte beek hebt. Je zult hier zien dat je een ondiepere beek hebt die makkelijk overstroomt over de laaggelegen velden hier. Je ziet vervolgens op de
wat de glooiingen hier in het landschap, de wat hooggelegen delen, dat zijn hele vruchtbare gronden. Die zijn heel geschikt voor akkerbouw. Dus daar kun je je voedsel verbouwen voor de regio zelf. Al met al tal van ideeën en dromen voor de regio van mensen die dagelijks met onze leefomgeving bezig zijn. Maar hoe denken Gerda en Cor dat het eruit gaat zien? Over 15 jaar kunnen we rustig zeggen dat er amper aan de helft van de boeren nog over zijn. Dat, die kant gaat het wel uit. Maar hoe gaat het er dan uitzien als het in een beeld moet vatten? Groter, steeds groter. Vind je niet? Denk je niet? Maar ik vind, de Nederlandse mensen zijn daar niet gecharmeerd van. En je moet toch heel veel van je producten moet je in Nederland afzetten. Dus je hebt er daar duidelijk rekening te houden met de consument wil. Ja.